Horen jullie die muziek ook, jongens? Ik hoor muziek, niet eens. Oh, wacht, de radio staat aan. Geen paniek, geen paniek. Hey, jongens, laat me even weten wat je ervan vindt dat ik een bril op heb. Dat is geen zonnebril, dat is een 3D-bril. Die had ik nog, zeg maar. Ik wil even zeggen dat ik mensen wil bedanken die mij de afgelopen jaren hebben geïnspireerd. Zowel mensen in mijn privéomgeving en mensen uit mijn, nou eigenlijk vanaf mijn jeugd tot nu, zeg maar. En hoe heet het? Ook zeg maar mensen in de werksfeer die mij geïnspireerd hebben. En mensen in de zorgverlening die mij geïnspireerd hebben om te doen wat ik vanaf nu ga doen, zeg maar. Want shit is aan. Zeg maar, we gaan lachen, jongens. We gaan gewoon gezellig lol maken op dit YouTube-kanaal. We gaan dingen bespreken die ik graag met je wil delen, zoals ik dat al heb gedaan. Kijk, de afgelopen jaren was ik YouTube aan het gebruiken als uitlaatklep omdat ik zo verdrietig was. En nu ben ik dat niet meer, eigenlijk. En ben ik gewoon helemaal happy, want alle schepen zijn verbrand. En ja, daar zijn we blij mee. Als je niet weet wat dat betekent, alle schepen zijn verbrand, dan kan je ook blijven kijken. Want ik ben ontzettend fan van spreektaal en spreekwoorden en dat soort dingen. En ik vind het gewoon leuk. En ik heb eigenlijk alles wat ik doe, heb ik ergens gezien of ergens gejat of ergens... Zeg maar, en dat wil ik dan met jou delen. Ik wil jou inspiratie geven. En niet, sommige dingen heb ik zelf bedacht. Ik heb bijvoorbeeld zelf bedacht. Even kijken of je het ziet hoor. Zag je dat? Ik draag nu twee verschillende schoenen. Geef deze video een like als je wil weten waarom ik twee verschillende schoenen draag. En dan ga ik jou vertellen waarom ik dat doe. Dus, en ook waarom ik klassieke muziek achter op mijn video heb staan. Ja, dat kan ik nu eigenlijk wel zeggen. Kijk, die mensen zijn dood. Dus je weet 100% zeker dat het copyright vrij is. Je hoort een auto buiten ondertussen. Maar, abonneer op mijn kanaal. Geef deze video een duimpje, geef een comment. En we gaan los. Ik heb YouTube gebruikt om... ja, te vluchten. Eigenlijk gebruik ik internet altijd al zo, zeg maar. Ik heb me altijd vermaakt op forums en dat soort dingen. En alles wat ik zie, daar wil ik ook aan meedoen. Guess who's back, 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 back again.